Heel goede avond. Nooit eerder gingen zoveel mensen naar de voedselbank. Christopher Beken zag dat ook in haar nieuwe reeks van Zorgen voor Mama. Wim van Lanker van de KU Leuven kan ons uitleggen wie de mensen achter de cijfers zijn. Wouter Torfs stopt eind dit jaar als CEO van de Schoenen. Maar hij heeft al een nieuwe missie: hij wordt voorzitter van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk. En Dimitri Verhulst schreef een nieuw boek: Hebben en Zijn. Dimitri, het gaat over mensen die moeten afkijken van het leven. Is alles oké okay met jou? Prima. Het, is, het gaat onfatsoenlijk goed, zelfs met mij. Ja? ja. Het is een ideeënroman, zeg je zelf. Ja, dat is zo. Iets waar we bij moeten nadenken. Ja, dat is plezant nadenken. Ja. Oké, okay, we gaan het we gaan er straks een voor maken. We gaan het <laughs> straks uh, al uitproberen. Iedereen welkom hier aan tafel. Dankjewel. En ook u thuis, bij de afspraak. Aanschuiven voor een voedselpakket voor steeds meer mensen in ons land is het de harde realiteit. In de maand april waren er 178.000 aanvragen, het hoogste aantal ooit. Christel, sinds deze week loopt op één het tweede seizoen van uh, Zorgen voor Mama. Vier moeders in armoede, mm -hmm. volg je daarin. Je hebt mee in de rij gestaan voor de ja. voedselbank. Ja, ik heb met twee mama's samen de stap gezet richting voedselbank. en Dat was een heel aparte ervaring. Ik kan dat met niks vergelijken. Daar staan en weten dat iedereen daar eten komt halen. Een basisbehoefte, iets wat we allemaal evident vinden... Er gebeurt ook heel veel vooraleer je beslist om in die rij te gaan staan. Ja. Ik denk dat dat ook iets is waar we niet bij stilstaan. Je leest nu het, het bericht van ah, veel meer mensen in de rij. Ja, ja, we kunnen ons daar allemaal iets bij voorstellen, maar vooraleer je beslist als mama van dat is mijn laatste ding dat ik nu, dat ik nu kan doen, gaat daar een ongelooflijke drempel aan vooraf die... Mm -hmm. Die schaamte van ik kan het niet zelf, ik moet hulp vragen. En de, de enige hulp die ik nu uh, kan vragen is naar de, voedsel, de voedselbank gaan. Voedselbank. En als je ja. daar staat, Farah, dat is echt ongelooflijk gênant gewoon. Dat is, dat is, je krijgt dan een pakket, je ziet wat erin zit, ja, een beetje bloemen, ja, zo de, de carbonade in een potje. Mm -hmm. Allee, daar was dat toch zo? Ja, ik heb het ook nog ja. gefilmd in de tijd, maar inderdaad, er komen alsmaar meer mensen bij op sommige plaatsen. 25% stijging, het is regionaal heel uh, verschillend. Wie zijn die nieuwe mensen? Dat is een heel goede vraag. En ik heb daar geen sluitend antwoord op, helaas. Uh, omdat we natuurlijk niet zomaar gaan registreren wie al die mensen zijn met al hun achtergrondkenmerken enzovoort. Maar we weten wel dat het profiel veranderd is. Hè. Ja. Vroeger was dat iets, ja, het is iets waar heel veel stigma rond hangt. Nee. Mensen gaan daar niet voor een plezier naartoe. En vroeger hadden voedselbanken ook de reputatie ja, dat is voor de echte sukkelaars Maar nu zien we sinds een aantal jaar, en dat neemt elk jaar toe, hè, dat mensen die werken, daar soms Ook naartoe moeten gaan. Mensen met een job, uh, mensen die tijdelijk even moeilijk hebben, mensen die de rekening niet meer kunnen betalen, mensen die schulden mm. opstapelen, mensen die eigenlijk tot ja, wat wij de middenklasse noemen behoren, maar die wel op die rand balanceren eigenlijk. Ja, en dan op een bepaald moment toch moeten beslissen: van kijk, het gaat nu gewoon niet meer, en wij zetten die stap, en voor je die stap zet. Dan moet het wel echt nodig zijn. Mm -hmm. Zullen we een fragment tonen uit uh, Zorgen voor mama? Dan uh, kan je een beetje voelen hoe het voelt als je naar of de sociale kruidenier of de voedselbank moet. <totstukken> Oh, dat is echt gewoon een winkeltje. Ja, ja. tof. Ah, hier staat ze. We zijn een sociale kruidenier om te weten of u recht hebt om hier te kopen, brengt u bewijs van inkomsten binnen. Dat lijkt mij dan wel zo aan dat je dat dan Wel dat is een drempel van de armoede. Ja. Maar de eerste keer dat je hier binnenkomt. Herinnert u dat moment nog? Ja, ja dat is ja? Ja. moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk. Dat is geen ik zeg, die een trots. Maar nu heb je dat niet meer. Nee. 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 Omdat je zegt, wij zijn rollopen, we kunnen voort en. Ja, dat de mensen van ons denken wat ze willen. Ja. Zonder is het veel moeilijker. Ja. Ja. Onhaal, allez, onhaalbaar. Ja. Is het waar? Ja. Momenten moeten er zelfs nog maar 25 euro op je rekening staan. En dan denk je: wat moet ik nog doen? Als je zo weinig over hebt. Echt op elke cent dat je hebt blijven rekenen en zien dat je rondkomt. Ook al is dat niet evident. Goedemiddag. Goedemiddag. Hier zijn we dan. Dag Erik. Hallo. Erika. Je krijgt sowieso een, een, een voedselpakket mee. Ja. Maar hier in de winkel kun je dan voor kleine prijsjes ja. van alles je goesting kiezen. Allee, als je zegt van oh, ik hou een choco, ik wil zeker een pot voilà. choco ja. mee. Of een wafeltje, dat kost ja. namelijk maar 15 cent. En dat zijn ook gewoon de merken. Dat is echt. Lekker. Heerlijk. Mamai. Dat vriendjes. Oh, dank je wel. Dag. Bye. Misschien toch even vertellen: Erika heeft de ziekte van kroon. Ja. Moet ze, rondkomen ze kan komen met werken. een uh, leefloon. Hè? Ja, ja. Maar voor haar was het dus echt een drempel. Absoluut. Haar papa heeft haar wel geholpen. Ze doen dat ook samen. Dat is heel mooi om te zien hoe ze aan elkaar vasthangen. Dat is echt fantastisch. Maar het is ook nog een verschil hier: de sociale kruidenier, daar kan je nog kiezen. En het pakket dat ze meekregen was ook dat veel uitgebreider. Ze, ook. ze betalen vijf ja, euro. Bij de en die vijf euro toch nog moeten betalen, is voor hen wel belangrijk. Ik moet niet... Ja, ik, ik zeg dank u, maar ik geef nog iets. Mm -hmm. dat, dat is voor je eigen waarde ook wel nog heel belangrijk. Ja. Denk ik dat je toch het gevoel hebt van... Ik draag iets bij. En ze kunnen kiezen. Dat is het grote probleem, vind ik ook, met voedselpakketten en met hulp dat je aan mensen geeft... Zij hebben geen keuze meer. Ze krijgen een pakket. Ja, je neemt hen die keuze ook af. Hetzelfde met tweedehandskleden. Ik heb daar niks op tegen. Ik ben dankbaar dat mensen spullen geven. Maar ik ga je kort iets vertellen. Daniel, vorig seizoen, komt op een dag aan. Mooi uh, leren jasje na, mooie jurk. Ik zeg, Daniel, je ziet er zo anders uit. Ja, dit heb ik gekozen. Dit heb ik zelf gekozen. De rest heb ik gekregen. Aha. Ja. Dat is ook iets waar we nooit bij stilstaan. Hoe komt het, die stijging? Zijn het de voedselprijzen, de energieprijzen, die uh, mensen naar de voedselbank sturen? Ja, ik denk dat het al die. Een beetje samen zijn, hè. dus er is nu heel veel aan het veranderen en voor heel veel mensen, zeker mensen die dus die lage middenklasse behoren, hè, die dus vaak wel werken, maar die de eindjes toch moeilijk aan elkaar kunnen knopen, die ook vaak onzeker zijn over de toekomst. Hè. Het, is, het, is, het is ook niet moeilijk, het is ook moeilijk in te schatten wat er nog kan gebeuren, en dan plots word je geconfronteerd met een hoge energiefactuur die je ja, die je niet kan aflossen. Um, t, de schulden kunnen om de hoek beginnen, beginnen loeren. Ja, en op een bepaald moment wordt het dan te veel. Hè. Mm -hmm. um, en dus het is, het is heel moeilijk om daar één oorzaak aan, aan, aan vast te knopen. Ook omdat die stijging bij die voedselbanken, die is niet van vandaag. Hè. Die, die loopt eigenlijk al een aantal jaren mm. terug. En we zien dat die stijging al een aantal jaren zich doorzet. Dus we zien ook dat structureel in onze samenleving meer mensen door die mazen van het net aan het vallen zijn. Ja, meneer Storps, ja. Ja, vreselijke. Dat is wat mij ook het meeste opviel. Eén inloopdag te doen op, op, het, op het CAW, eh, op het dakloze centrum in Mechelen. Dat heeft mij ook over de streep gehaald. Ik had een beeld van daklozen. Dat waren mannen van half de zestig met een grote grijze baard. En ik zag daar even hoe een postbode toekomen in zijn, in zijn pak van postbode. Ik zag dan een jonge kerel op zijn, op zijn, uh, op zijn sneakers binnenkomen. Dus mensen zoals, zoals u en ik. En dat heeft mij op die moment echt wel over de streep gehaald. Ja, toen dacht u van, ik doe het. Ik ja, doe het. Daar, daar straks over. Dimitri, sorry, maar de helaasheid der dingen. We blijven jou ermee associëren. Is dit iets wat je herkent van jouw jonge jaren? Uh, zeer zeker ook. Maar uh, ik, ik moet wel zeggen dat ik het ook rondom mij zie vandaag. Ja? Ik heb uh, toch een aantal vrienden, zelfstandigen, die het altijd goed gedaan hebben... En dan komt daar een coronacrisis waarbij ja, ze hun job op een andere manier moeten gaan invullen. En ik vind het hallucinant hoe snel het gaat. Ik ken persoonlijk iemand die uh, op twee jaar tijd van een succesvol bedrijf is gegaan naar het punt waarop, hij, waarop zijn huis openbaar verkocht wordt. En ik vind, ik vind het echt hallucinant. Het, is, uh, het, het verbaast me niks. Het is, het is jammer dat het mij niet verbaast, maar ik zie het wel dat het gebeurt. Maar ja. Dat is ook iets wat ik belangrijk vind in zorgen voor mama, dat je ziet dat het eigenlijk iedereen kan overkomen. Je hebt werkende mensen, je hebt mensen die hè, van een uitkering... eerste aflevering ja, is dat een voilà. Ja. Ja. voilà, het is niet... Het, het stigma stereotype. van die, ja. diegenen in armoede en, en de voedselpakketten, dat, dat, dat is niet meer. Het, het kan echt iedereen overkomen. Ja, we hebben... In Vlaanderen, het groeipakket, de vroegere kinderbijslag met ook sociale toeslag. Als je in moeilijke omstandigheden zit, helpt dat de moeders die jij gevolgd hebt? Ik denk dat het absoluut belangrijk is om te focussen op die kinderarmoede. Alles wat je voor een kind kan doen, moet je gewoon doen als overheid. Ik denk aan het groeipakket, maar ook aan school, gratis school. Um, er zijn zoveel hefbomen om kinderarmoede de wereld uit te helpen. En het gebeurt ook hier dan. Wel Nee, dat vind ik niet. We hadden nooit is een sinister die we daarop mochten afrekenen. Dat is waar. Die de armoede ging ja, ja. halveren. Maar nog even bij het groeipakket, ja. uh, Wim van Lanker. Ja, prijzen stijgen, leven wordt duurder. Maar het groeipakket gaat maar één keer per jaar omhoog. Afgesproken was 2 procent. Ja. En dan heeft de regering dat naar 1 procent ja. gebracht omdat, toen, omdat men toen ervan uh. uitging dat de prijzen niet zo snel gingen stijgen. En een paar door. maanden later werd men we al geconfronteerd met die realiteit natuurlijk. Maar het was toen ook al een, een teken aan de wand. Hè? Je hebt daar. Dat groeipakket, dat overgeheveld was naar Vlaanderen, een nieuw systeem. Men was er heel fier op en op heel veel vlakken is dat ook terecht. Hè. Dat systeem werkt ook zeer uh -huh. goed. Maar men heeft nooit de keuze durven maken om te zeggen: we gaan nu eens meer geven aan wie het meer nodig heeft. Niet alle die kinderen men, evenveel. Voilà, en men is altijd achter die vlag beginnen lopen of blijven lopen: van elk kind is gelijk. Maar elk kind is niet gelijk, dat is dat natuurlijk is maar... niet zo. Er is een verschil tussen gelijk en gelijkwaardig. Voilà. voilà, elke is gelijkwaardig, maar niet elke is gelijk in de economische omstandigheden waarin het opgroeit. En dus men heeft die keuze niet willen maken en dan blijkt van oei, het werkt eigenlijk niet beter dan vroeger. Maar u pleit en... daar al langer voor, maar ja. u vindt er geen ingang uh, mee. <laughs> ik, blijf het, ik, ik blijf het herhalen tot er iemand luistert, zou ik zeggen. Ja. Maar, ja. U bent daar ook voor, niet alle kinderen evenveel kinderbijstaan. Nee, nee, ik vind het helemaal niet evident dat, dat wij in onze situatie evenveel... Kinderbijslag krijgen als, als die dame die daar, die daar aan, de, aan de voedselbank zat. En dat is de situatie van vandaag. Ja, die dame we krijgt van... wel wat sociale mm -hmm. Ja, Akkoord, hebt, ja, maar, maar onvoldoende om, oh, voilà, om het op te vangen. Hè. Armoede ja. begint altijd met een gebrek aan inkomen. En hoe kan je dat inkomen verhogen? Dat is door onder andere dat groeipakket te gaan doen stijgen. Ja. Mm -hmm. En ik, ik vraag me af hoeveel noodkreten er nog moeten komen voor alleen we met z'n allen beseffen van wij moeten daar effectief iets aan doen. Want zoveel kinderen krijgen minder kansen. Ik heb het zelf meegemaakt voor een stuk. Als ik zie hoe hard je moet knokken als kind als je opgroeit in armoede en hoe groot het stigma daar rond is, dat blijft heel je leven lang bij. Waarom kunnen we die kinderen niet gewoon vooruit helpen en hen ja. alle kansen geven? De indexering, daar wil ik het nog. Van. Dus nu gaat het groeip, de kinderbijslag groeipakket één keer per jaar omhoog. Ja. Het was afgesproken met 2%, het is 1% ja. worden. Ja, men zei toen van ja, maar dat is geen besparing. We geven gewoon iets meer, min, iets minder meer. Dat was, dat was een heel gek, dat volg, gekke manier om dat volg, te vermenigen. aan de kosten niet. Voilà. Nee, 1 procent. Ja. Maar, maar het, het was een heel mooie illustratie van dat beleidsmakers zelf, zeker als het gaat over nachtelijke onderhandelingen, waar dat grote dossiers moeten beslist worden, helemaal geen voeling hebben met die leefwereld. Want ik herinner me nog heel goed dat Jan-Jan Bon eigenlijk de, de hervormingen kwam verdedigen. Um, wat je ook moet doen uiteraard. En dan zei ja, maar over wat spreken we eigenlijk. In plaats van van 100 euro naar 102 gaat nu naar 101 euro. Dat maakt toch het verschil niet. Maar dat toont inderdaad, als je daar moet aanschuiven. Mm -hmm. Elke groot. Op jaarbasis met meerdere kinderen gaat het over 60, 70 euro. Dat, is, dat zijn een paar schoenen, dat zijn leerboeken. Dat zijn de zaken die het verschil maken. Mm -hmm. en dus die, dat inkomen is, is fundamenteel. En het gaat ook samen met die vrijheid hè, waar u mm -hmm. over sprak. Je kan dat zelf besteden. Je kan zeggen van ah, ik ga ermee mijn elektriciteitsrekeningen betalen of ja. ik ga ermee iets anders doen. Pleit u dan autonomie... voor zou de, het groeipakket gewoon de indexering van de lonen en de uitkeringen moeten volgen? Dat zou een eerste stap zijn. Zo was het vroeger, toen het Zo nog... Zo was het Dat is afgeschaft door deze regering. Dat heeft men regering. veranderd. Ja. Uh, dus dat is het minste dat men zou doen. Maar ik, ik denk dat men moet hervormen, men moet durven een plan maken. Wat gaan wij nu met dat groeipakket doen, gegeven mm -hmm. de cijfers die we hebben? En op welke manier gaan we daar... Uh, hou, dat, hou die hefboom echt gebruiken. En ik zag al, al heel lang, maar men luistert ook niet goed naar mij, denk ik. Hey, van, van, geef dat dan aan een onafhankelijke instelling. Geef bijvoorbeeld de opdracht van het planbureau om dat uit te rekenen. Van welke mogelijkheden heb je binnen het budget? Hoe kan je ja, beter gaan differentiëren? Ze wel dus, uh, te zijn. Geef, een ja. opties, geef een aantal opties aan, aan de beleidsmakers en dan moet men in alle transparantie kiezen en uitleggen waarom men die keuze maakt. Want zelfs ook, de vraag wordt niet gesteld. Wat ik vaak ook hoor, hè, Wim, is, maar als je ze meer geld geeft, dan gaan ze het aan een iPhone geven. Ze gaan dat niet goed, goed besteden. Ja, voilà. Ze gaan dat toch niet aan hun kinderen besteden. Dan kennen ze de mensen toch ook niet? Nee. En er is ook heel veel onderzoek daar naartoe. En, en daar zie je altijd van, kinderbijslag wordt besteed in de pot van het huishouden. Dat is bij ons thuis ook zo. Hè? Wij betalen daar rekeningen mee, kledijen mee, allemaal Jeetje? dingen die kinderen ja. ten goede komen. Ja, uh, maar maar dus men, men, men kijkt er soms met de vergrootklas naar alsof die mensen dan andere mensen zijn die andere normen en waarden hebben, die dan verkeerde dingen doen daarmee. Maar die vrijheid om zelf te kunnen beslissen, dat is wat u als mens waardig maakt, ja. mogen we absoluut niet verliezen, denk ik. Dus groeipakket moet inderdaad meer omhoog dan één keer één procent uh, per jaar. We hebben wel een nieuwe minister van armoedebestrijding sinds uh, deze week. Dat is een beetje al stoemelings uh, gegaan. Het is wel aangekondigd op een persconferentie, maar er was weinig aandacht voor. Het is van de minister van welzijn, die Walter Beke was, nu Krevits was, naar minister Dalle gegaan hmm. bij Jeugd en Media. Wat vindt u daarvan? Ja... Hij wou het. Hij had het gevraagd, zei hij. Het feit dat het zo stilletjes is gepasseerd doet mij toch vermoeden dat het geen beleidsdomein is waar men op zit te wachten. Hè? Waar men juichend naar kijkt van dit is nu een prioriteit waarmee we gaan scoren. Maar het is ook, het is ook moeilijk om daarmee te scoren, omdat je keuzes moet maken. Ja, je gaat meer geven aan bepaalde mensen, minder aan anderen. Dat is ook moeilijk. Maar het grote probleem vind ik nu dat het volledig is losgekoppeld van die hefbomen die de Vlaamse overheid heeft. Hè? Onder welzijn zat onder meer de kinderopvang, een belangrijke hefboom. Sociaal... huisvesting. Uh, zoals, nee, nee. nee, die zit er niet onder. Nee. Maar sociale huisvesting ja. is ook een Onderbij. hefboom. Onderwijs is een hefboom. Uh, Kinderbijslag. Ah, ja. En nu wordt dat losgekoppeld. En dus nu moet je eigenlijk een minister hebben die politiek genoeg weegt om, die, om de collega's te kunnen zeggen, je moet die hervormingen op die manier doen. Want en bijvoorbeeld het, het groeipakket is niet meegegaan met nee. Benjamindal. Nee. Dat blijft zitten bij... Nee. De dus, dus, de dus dat wil zeggen dat armoedebestrijding voornamelijk een soort van coördinerende functie wordt. Maar hoe kan je coördineren op die periode van twee jaar, zonder dat het regeerakkoord verandert, zonder dat er een plan is om daar iets mee te doen. Dat is wel zeer comotiveerd. Je hebt daar te maken met een partij die telkens opnieuw welzijn gaat opwijzen. Dat is een post die ze superbelangrijk vinden. Ik vind dat je dat uiteindelijk ook eens moet gaan waarmaken. Als je welzijn meent. Dan ga je daar keihard voor knokken en dan ga je zorgen dat dat welzijn er is en niet in het minst voor die arme kinderen. Dus ik vind dat je daar met opgestoken kop moet rondlopen, op tafel kloppen en zeggen: van kijk, ik ben nu de minister voor armoedebestrijding en daar trots op zijn dat dat jouw post is en er keihard voor gaan. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, maar ik, ik vrees gewoon dat, het, dat het, de manier waarop wij in Vlaanderen, ik zeg wij, maar waarop in Vlaanderen aan politiek wordt gedaan, is gewoon zo. Het is gewoon zo moeilijk om beweging te krijgen in die grote dossiers. Want ja, armoede is complex, het is groot. Je hebt maar vier jaar om beleid te maken, vijf jaar, maar goed. Ja, last nu jaar, nog twee jaar. dan, nu nog ja. twee jaar. Maar men mag niet de fout maken om te denken, het is te groot, dus we kunnen er niks aan doen. Elke minister kan op zijn of haar beleidsdomein kleine veranderingen doorvoeren die een groot verschil kunnen maken voor, voor het, het leven van mensen. Mm -hmm. En dus dat daar kan je een plan rondmaken. Ik vind het ook de taak van, van ons beleid om aan mensen te zeggen... Wij zijn er voor jullie. We zien hebben jullie. Hebben mensen niet dat gehoord? Nee. De moeders die... Uh... Nee, helemaal niet. Die liggen daar in Brussel niet wakker van ons. Dat heb ik al vaak gehoord. En dat vind ik heel erg. Het is net de meest kwetsbare mensen die je moet beschermen. Die je moet omhoog liften. Die je moet helpen. Daar kan je toch alleen maar trots op zijn als je dat lukt. Maar dan denk ik, zijn die dan niet belangrijk genoeg? Goed dat jij die reeks blijft maken. Nog even zeggen, volgende week maandag nieuwe aflevering ja. en ook de maandagen daarna van Zorgen voor Mama op 1. Dank je wel, Christopher Beke en Wim van Lanker. Tijd voor een man met een plan. Ik ben Wouter Torfs, de CEO van Schoenen Torfs, nog tot volgend jaar. Ik heb met heel veel enthousiasme en goesting aanvaard om de voorzitter te worden van de raad van bestuur van CAW. CAW staat voor... Centra voor algemeen welzijnswerk. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik he heel erg geloof in een warm Vlaanderen. En ik ervan overtuigd ben dat CAW daarin een fundamentele rol te vervullen heeft. Meneer Torfs, uw vrouw houdt eraan om toch nog eens te zeggen dat u met pensioen gaat. Ja, de vrees slaat daar om het hart, dat ik van de ene job in de andere rol. Dat is niet de bedoeling. Nee, dat is niet helemaal de bedoeling. Het zal, nee. het zal een nieuwe evenwicht werk-werk-privé uh, zijn. Ja, maar wel een beetje een carrière-switch. U zei het al, uh, de postbode in het daklozencentrum. Ja, ja. dat heeft me eigenlijk uh, overhaald. Ik heb de vraag gekregen van, van, van CAW Vlaanderen. Zij zijn u komen zoeken. Hè? Ja, een paar maanden geleden. En ik vond het eigenlijk een heel verrassende en verfrissende vraag. Want er is nog altijd een soort van glazen muur tussen profit en non-profit. Dus die openheid van, van, van die bestuurders van CAW om mij de vraag te stellen, ja, vond, ik wel, vond ik wel heel verrassend. En ik zei dan van ja, maar ja, ik ben echt niet thuis in het werkveld. U kende Even... het zelfs niet, CAW. Nee, ik, ik, ja, ik had niet nog eens zeggen. Ik ja, dacht ja, dat de C voor ja. iets anders stond. Ja, oké. Okay. Christelijk. Ja, christelijk. <laughs> nee, dus... um, maar toen ik dat dan afcheckte bij, bij vrienden en kennis, van ik was trots, ik kan dat doen voor het CAW, zegde eigenlijk iedereen van ja, ik ken dat eigenlijk ook niet. Mm -hmm. en, en toen dacht ik van, na een dag inloop, werk in Mechelen gedaan te hebben en dus in het dakloze centrum geweest te zijn, een, in, een inloopcentrum waar mensen met al hun vragen terecht kunnen, slachtofferbemiddeling gezien te hebben, jonge meisjes die in, in kwetsbare situaties zitten op het jak gezien te hebben, dacht ik van, goh, is dat nu niet schoon om het laatste stuk van je professionele carrière... Van echt eens iets anders te kunnen doen dan, dan, dan het commerciële. Ja, jullie en dat heeft mij overhaald. Jullie kennen het natuurlijk. Hè? Ja, ik vind het een kluwen hoor. Ik ja? zit er nu al twee jaar in en van OCW naar CIA, naar JAK. Naar... Ik, ja. ik vind het heel moeilijk om te vatten wie wat doet. Ja. Wat doet het OCW anders dan het CAW bijvoorbeeld? Ja, het OCW is gemeentelijk georganiseerd. is ook een inloopcentrum voor, voor inlooporganisatie waar mensen met voornamelijk financiële problemen terecht kunnen. Maar werkt heel nauw samen met het CAW. CAW is eerste lijnshulp zowel voor psychologische problemen, sociale problemen, familiale financiële problemen, slachtoffer dus heel heel dat, heel dat verhaal. Maar zo nauw samenwerking. Het, het punt is dat de mensen dit moeten weten. Wel, dat is het punt. Ja. Dimitri, en het is daarom dat ik dat ik er mijn schouders mee wil onderzetten van als ik iets kan ertoe bijdragen om van het merk CAW een sterker merk te maken. Niet in de commerciële zin, maar in de zin dat meer mensen weten van dat is eerste lijnshulp, dat is gratis, daar kan ik altijd terecht en daar zijn eigenlijk geen wachttijden. Ja, dan denk ik dat ik een steentje heb bijgedragen. Hoe belangrijk zijn de CAW's voor ja, het welzijn van mensen? Zeer, ja, um, absoluut. Maar de noden zijn ook heel groot. Hè? En, en je ziet dat, dat, dat op het lokaal niveau mensen en organisaties echt overvraagd worden. Ja. En dat de problemen, de kwetsbaarheden van mensen ook toenemen. Dat dat andere vormen begint aan te nemen. We, we leven ook in een veel diversere mm -hmm. samenleving. Dus veel meer met mensen met een migratieachtergrond. die soms andere vragen en noden hebben. Dus er moet veel meer gedaan worden. En tegelijkertijd, zet men soms. Ook vanuit deze regering in een besparingslogica, die het ook moeilijker maakt om CAW al die taken hebben, te gaan bolwerken. Ze hebben ja. moeten besparen voilà. ook. Hè? En, dus ik denk niet dat dat enkele zaak is van naambekendheid, maar, maar ook van wat gaan wij als CAW doen. Wat gaan wij in de toekomst? wegen op de politiek, maar ik denk allez, wegen op de politiek dat zal betekenen in gesprek gaan met de politiek. En, en er zal waarschijnlijk meer geluisterd worden als Naar je kunt. Nu. Als je kunt aantonen dat je, dat je, dat je behoeften relevant zijn en dat je kunt aantonen dat je bezoekers stijgen, die zijn tussen 20 en 21 gestegen van 100 naar 111.000 cliënten die vorig jaar geholpen zijn. Maar er zijn waarschijnlijk een pak mensen die het niet weten. Een ander punt is de, de uitdaging van de medewerkers, de sociale werker die keihard werkt, die dat doet vanuit een ideaal, vanuit een bezieling, maar die puur met zijn cliënt bezig is. En de blik eigenlijk niet naar buiten heeft. En er eigenlijk niet mee bezig is van of het CAW nu bekend is of niet. Mm -hmm. Dus die blik naar buiten, naar de eindklant. Niet alleen naar de bestaande klant, om het dan in commerciële termen te zeggen. Niet alleen naar de bestaande maar ook naar nieuwe Dat klanten. Dan willen daar ook uh, Tuurlijk. Ja. Tuurlijk ja. En is er niet nog een uitdaging? Want uiteindelijk gaan jullie wel doorverwijzen, maar daar zitten dan wel weer hele lange wachttijden. Dat heb ik met een van de mamas ook meegemaakt. Daar moet het toch ook... Ja, Christel, zal ik he? ook mijn best Walter. voor doen. <laughs> maar ze hebben in elk geval... <laughs> Een lobbyist erbij ook. Ja. Iemand die de politiek kent, die heel de krivits kent. Dus... Ja, die gewoon heel lerend zal zijn en die, die vertrekt van... Het gaat niet om van zoveel mogelijk geld te krijgen. Het gaat erom om samen met de politiek oplossingen te zoeken. Ja. En samen en, en constructief te met, zijn. het moet toch een verschil zijn, hè? profit en non-profit. U komt inderdaad van een schoenenbedrijf. Ik ben er, nu... er nog altijd. Ja, 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 u bent er nog. Maar nu gaat u naar een... Uh... Ja. Ja, een organisatie die werkt met gemeenschapsgeld. Ja. Die geen winst kan maken. Nee, nee. En dus, dus ik ben heel goed doordrongen van het feit dat elke euro die we van de gemeenschap krijgen zo goed mogelijk moet besteed zijn. Dus ik zit er bij mij ook heel diep in dat, dat de aandeelhouder van het CAW, dat zijn wij allemaal, dat zijn de burgers. En die aandeelhouders hebben recht op, op een serieuze uitleg van wat er met die centen gebeurt. Um, maar ja, ik denk, het werk wat ik gezien heb, was zo mooi. En als we het dan hebben, we spreken vaak over Warm Vlaanderen. en Er is geen enkele partij die dat, die, die dat miskent. Wel, een organisatie als CAW of als de voedselbanken, die het echt opnemen voor de kwetsbaren, mm. op een heel pragmatische, praktische manier, dat is voor mij Warm Vlaanderen. Ja, maar u verbaast mij. U zei van, ik kende die wereld eigenlijk niet. De wereld nee. van de daklozen. Ja, Farah. Ja. Ja. Ik ken die denk ik zoals jij die kent, van, van op, op televisie. de groenplaats in Antwerpen. Ja ja, ja, ja. Maar dan is een keer mee die triage doen, aan de deur staan. En de hulpverlener zegt, jij komt binnen en jij komt niet binnen, want je hebt te veel gedronken. Ik had ze allemaal binnen gelaten. Ja, fout natuurlijk. Maar, maar dan is een keer dat mee te maken. Maar die mens die je terug de nacht in gaat met een slaapzak, die gaat de nacht in met een slaapzak, hè. Aha. En dan nadien met die mensen een tas soep te drinken en eens in gesprek te gaan en niet te doen: van... die mensen hebben natuurlijk ook een verhaal. Uh, kende mij en die wilden een selfie nemen. Ja, dat, dat, la vie. ja waarom niet? Maar ja. denkt u dan niet? Ik ben 64 jaar geworden en eigenlijk ken ik een deel van de samenleving nog niet echt van binnen. Ah, wel, maar wat is dat niet. Is dat dan? Ja, dus... Nee, maar. Ja. Verfrissend om dat. Dus ik denk dat, dat die, de beweging die CAW heeft gemaakt om iemand vanuit de profit te vragen, dat dat een heel open-minded beweging is. Want tot nog toe was het iemand vanuit de organisatie. Ja, die ze, Ja, dus zo, ze, die maar ze, ze zeggen van ja, we zitten hier met 11 specialisten in sociaal werk, we hebben geen twaalfde nodig. We hebben misschien meer de blik van buitenaf nodig. In de raad van bestuur. In de voorraad van bestuur. Ja. Maar ik ben van plan om elke VZ2 te bezoeken en overal een inloopdag mee te doen. Hmm. Mijn vrouw zal nu denken, vertikken. <laughs> ja, hij is weer bezig. Ik dat vind er. dat je wel een punt hebt van ook bedrijven te gaan betrekken bij ja. bijvoorbeeld problematiek zoals armoede. Als ja. je ziet hoeveel impact een bedrijf kan hebben op de werknemers, dat is enorm. Ja. En dat wordt ook onderschat. Het ja. zijn witte ja. avonden, hè? En dat is luik, hè. Dus, 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 dus dat is de aandacht voor de, voor de hulpverlener die eigenlijk vanuit bezieling werkt, maar nu vaak op, op zijn of haar tandvlees zit. Ja, ik heb een reputatie van, van Great Place to Work, beste werkgever bij Torfs. Van wat zouden we nu kunnen doen om die hulpverleners een stuk trots, maar vooral ook waardering en erkenning en gezien zijn, van dat terug te geven? Dat wil ik ook op Het, het zijn witte raven, ondernemers zoals u die de stap zetten naar de non-profits. Hoe komt het dat er zo weinig zijn? Er zijn er zeker meer dan twintig jaar geleden... Mm -hmm. Um, ja, dat, ik denk dat we het nog te vaak ervaren als twee gescheiden werelden. Maar we kunnen evengoed de vraag omdraaien. Waarom zouden we als vanuit een bedrijf is niet een keer een bestuurder vanuit de, de non-profit vragen? Waarom moet het, allee, waarom moet het alleen de, 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 de CEO's zijn die dan... Ja, maar... Advies, we kunnen ook wel iets slepen, zoals het verstandig is om een jonge kerel in je, in je bord te vinden. Ja, absoluut. Maar ik denk wel, we moeten wel een beetje opletten. De logica is natuurlijk wel anders, en die zal ook wel anders blijven. Dus, dus, dus ik hoor je zeggen van we moeten, elke euro moet goed gespendeerd worden ben ik dat is helemaal het het niet eens. Mee eens. Ja. Maar natuurlijk, een euro kan ook gespendeerd worden door gewoon iemand ondersteuning te geven, zonder dat het per se leidt tot meer. Zonder dat het per se het probleem oplost. Soms hebben mensen gewoon nood aan een luisterend oor, aan ondersteuning, zonder dat een batterij hulpverleners daar per se moet opzetten. Want dat stoot mensen soms ook af. Absoluut, ja. Dus ik denk wel dat daar een evenwicht in gaat moeten gevonden worden van oké, okay, die visie opnieuw. Hè, van waar ga je met CAW naartoe? Op lange termijn, gegeven de noden die er zijn. En hoe gaan we dan inderdaad als organisatie ja, een oplossing worden. voor kunnen of zal een antwoord op died. De KPI zal niet cashflow voilà, zijn. Het KPI. Ja. Excuseer, de, 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 de resultaat zal niet. Het zal niet cashflow zijn, maar het zal toch de moeite waard zijn om te definiëren hoe gaan we dat meten. En ik begrijp dat, dat, dat de overheid dat vraagt. Hoe gaan we meten dat we dat, we dat goed hebben gedaan, dat we het goed hebben besteed? Ja. Zelf in de politiek stappen, dat is u wellicht ook al gevraagd. Dat is mij al gevraagd. Maar hier, uh, ik, ik, ik voel mij hier nu uh, echt veel beter thuis. Het is een pluralistische, apolitieke organisatie. Uh, voilà. En, en... Het kan gewoon voor het algemeen welzijn gaan zonder achter een vlag te moeten lopen. En, uh, ja, het is fijn. Nu, minister De Sutter, wou u eigenlijk als onafhankelijk bestuurder bij Bipost, maar Bipost heeft dat uh, geweigerd. Maar de minister is van plan om de wet op de overheidsbedrijven aan te passen. En dan? Mag ze het u dan opnieuw vragen? Of, uh... Ze mag dat zeker opnieuw vragen, natuurlijk, met de keuze die ik vandaag heb gemaakt lijkt me dat niet, niet, niet evident te zijn. Uh, nee, want er zijn diepe... ondernemers die in verschillende raden ja, van bestuur... Ja, maar doen. ik zit nog in een aantal raden van bestuur van, van kleinere bedrijven. Dat is, allez, dat is het klassieke pad als je met pensioen gaat, dat je dan wat bestuursraden doet. Ja. Uh, maar ik kies er nu voor om, 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 ja, om eigenlijk fundamenteel voor voor vrijwilligerswerk te kiezen, want als, voor, als voorzitter heb ik een on onkostenvergoeding, maar eigenlijk ben ik een vrijwilliger zoals iemand die mm -hmm. is morgens uh, koffie komt uit. Heel. En Bipost dus. Uh... Nee, Bipost had ik ook willen doen om ook daar het verhaal van, van het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de ethische reflex toe te voegen. Herinner u, de vraag was niet om, een, om minister van Groen te worden, de, minister was, de vraag was om onafhankelijk bestuurder te worden op het moment dat Bipost de keuze had gemaakt... Om 50, 60 kantoren aan een gokketen te verkopen. Ja, mm -hmm. um, dat was het. Maar. Ja, geweigerd omdat, omdat Torf's klant is van Bipost. Ach, zo. Dus ze kunnen het misschien nog aan u vragen of want... Torf's lo loslaten, bedrijf loslaten, toch ook een beetje familiebedrijf. Het is mijn, mijn, mijn leven loslaten voor een stukje. Ja, tuurlijk. Ja. Ik, ik doe dat 37 jaar. Um, de mensen die. En wie ik dat samen heb gedaan. Maar loslaten goed, ik blijf betrokken aandeelhouder en bestuurder. En, en ja, mijn hart zal altijd betorf zijn. Ja, mooi. Je wordt er emotioneel van, ja. ja, ja. Kijk, krop in de keel. Uh -huh. nee. en, uh -huh. Veel succes bij Dank het, wel. het CAW. We gaan kijken naar wat in de rest van de wereld gebeurt. Dus dit is niet op de afspraak. Hi, I'm Taylor. Last time I was in a stadium this size, I was dancing in heels and wearing a glittery leotard. This outfit is much more comfortable. Acht jaar en vier maanden. Dat is de gemiddelde leeftijd waarop een kind tegenwoordig een eigen smartphone krijgt. En positief, ze gaan er ook zelf creatief mee aan de slag. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek naar jongeren en digitale media door de organisaties Media Raven en Media Wijs. Ожедронє. Сильна, незламна, смілива і вільна. З землі пошу rank Україна. The Churchill of Iraq. I mean of Ukraine. It was the 11th hour stumble of the election campaign. Scott Morrison versus young soccer player Luca. It should have been a penalty. Yes. <laughs> Learn to live alongside cringe. No matter how hard you try to avoid being cringe. You will look back on your life and cringe retrospectively. Ja, Dimitri Verhofst. Hebben en zijn. Een boek waarin er moet afgekikt worden niet van de drank en de drugs, maar van het leven. Leg even uit, zodat we mee zijn met het verhaal. Het hoofdpersonage is Malado. Wat is Malendo. hem overkomen? Ja. Het, het zit zo in dit boek. Voor je dood gaat, moet je dus daadwerkelijk afkicken van het leven. Zodanig dat je helemaal klaar bent voor die dood. Het is een soort van gunst die ons verleend wordt. We zijn er klaar voor. Maar zoals dat gaat met ontwenningen, dat lukt niet altijd. Of mm -hmm. soms wil je niet. En als het niet lukt of als je niet wil ontwennen, dan moet je gewoon terugkeren naar het leven en dan begint alles helemaal opnieuw op exact dezelfde manier. Ah, en die Malado, je hoofdfiguur is tegen een boom geknald. Ja. ja. en zit dus in die fase. Ja. Tussen... Hij bevindt zich daar tussen allerlei mensen van overal ter wereld, uh, wat ook voor hem een blik opener is, want uh, ja. Hij, het is eigenlijk heel bizar. Het is pas door dood te zijn dat hij begint door te krijgen op welke gruwelijke manieren je je leven kan doorbrengen. Dus daar wordt hij een beetje wakker, zal ik maar zeggen. En hij wil niet dood. Het is natuurlijk heel makkelijk voor hem om niet dood te willen. Het is een, uh, ja, een, uh, een blanke man, een Europeer. Hij heeft best een goed leven. Hè. Voor anderen is dat iets anders. En dat merkt hij daar. Uh, ja, want er is een uitweg. Hè. Je kan de ontwenningskliniek verlaten op voorwaarde dat je leven weer helemaal van nul start. Ja. Van een, geboorte tot dood. is een, een klassieke gedachte, ja. hè. zonder andere keuzes. Ja. Ja. Nietzsche heeft daar ook heel vaak uh, meegespeeld met uh, dit aforisme. Eigenlijk is dat een geluksvraag. Wil je opnieuw beginnen? Ja of nee? Dat is een geluksvraag je Amai, zeg, dat is een heel moeilijke vraag. Maar mijn eerste reactie is nee, ik zou niet opnieuw willen... Uh, stukken van mijn leven absoluut niet opnieuw willen beleven. En zeker omdat je zegt, van je kan, je kan niet opnieuw keuzes maken en, en het, het gaat gewoon opnieuw hoe het verlopen is. Nee, er is, is echt... Het is een uh... totaalpakket, het leven. Ja. Oh. Het is met alles erop en eraan. Ja, ja. Dus het geluk gaat eigenlijk ook niet zonder het ongeluk. Ja. En ik vind dat een prettige gedachte, want daardoor kan ik de ongelukkige momenten toch net iets meer bevrienden. Omdat ze soms ook leiden tot de gelukkige Meneer momenten. Meneer Torfs, zoals u zou moeten kiezen. Ja. Ik Zit wil. daar in de ontwenningskliniek? Ik <laughs> ja, ik wil wel terugkomen. Maar ik geloof ook wel dat het dat is een... Allez, het is een boeddhistische gedachte natuurlijk, het, is de, het idee van de reïncarnatie. Van, van, en dat je moet terugkeren totdat je, totdat je klaar bent om, om niet meer te moeten ja. terugkeren. Ja. Alleen... Speelt zich dat er ook achter? Nee, nee helemaal niet. Ah ja, oké. Okay, want... Nee, uh... want daar leeft dat echt. Hè? Het, ik denk dat het een beetje begonnen is dat leven te vergelijken uh, met een verslaving. Omdat we bij een verslaving de neiging hebben onszelf te beliegen. Nu, dat schijnt wetenschappelijk te verklaren zijn. Dat zou een eiwit zijn dat ergens het varken uithangt in onze memorie waardoor we dingen mooier voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. Dus stel nu voor, ik ben uh, een alcoholist. Ja. Mijn herinnering aan alcohol is eigenlijk veel vrolijker dan, dan het mm, zou de moeten. de realiteit. Dan de werkelijkheid, ja. En ik kan me ook wel voorstellen, wanneer je het leven moet gaan loslaten en dat je er nog aan wilt vastklampen, dat je dan toch vooral die toffe dingen weer gaat bovenhalen. De reden waarom je in leven wil blijven. Ben jij verknocht aan het leven? Ik leef zeer, zeer graag. Ik, vind het, uh... ik heb mij vooralsnog niet ingeschreven voor de dood. Ik heb geen zin om daaraan mee te doen. Ik kan me daar ook immens vervelen, denk ik. <laughs> In die dood. Uh, maar goed, anderzijds uh, word ik wel vrolijk van het hele idee dat het leven zinloos is. Je wordt vrolijk van het idee dat het leven zinloos is? Ja, maar dan zinloos op, op een manier dat ik hier niks hoef te doen. Ik heb hier geen taak. Ik ben hier... Niet gezet om iets te bewerkstelligen. Ik hoef geen, uh, geen tien op tien te halen om straks in een of ander paradijsje te komen. Uh -huh. Ik vind dat een prettige gedachte. Goed, dat maakt gewoon... ook dat alles, alles van ethiek uh, wat hier op aarde is, dat dat om een heel zuivere reden is. Dat is ethiek omdat we ethiek willen. Dus ik wil niet goed doen omdat mij dat straks een plaats in de hemel oplevert. Nee. Ik wil goed doen omwille van het goed doen. Dus wat dat betreft vind ik de zinloosheid van het leven iets schoons. Maar je bent toch met een, met een uniek talent op de wereld gekomen, Dimitri, en je bewijst dat nu. Zit daar dan niet heel veel betekenis en zingeving in? Ja, ja, maar dat is absoluut zingeving. Hè. Dat is zingeving binnen het frame van het leven. Maar... Hey, geen, geen zin in de zin van <laughs> ja. uh, daarna nog iets wat we, ah, wat zo, we nu ja. moeten wat doen. Moet om, om ja. daar te graven. Ja, 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 ja. Niet in het grotere plaatje. Ja, ja. mm. Sowieso. Ja. Het gaat hier allemaal naar de knoppen. Hè. Die zon mm. gaat ook maar beperkt mee. Dus alles gaat mm. eronder. Die Malado die uh, krijgt ook een denkoefening van zijn kansler, degene die mm. de ontwenningskliniek daar. Uh, Leid, stel dat je een bakje bezit waarmee je het leven kan doorspoelen telkens wanneer het saai of ongemakkelijk, wanneer je het saai of ongemakkelijk vindt. Of ze op double speed zetten zodat het een double. beetje beter vooruit gaat. Zou je veel of weinig doorspoelen? Op dit moment zou ik niks doorspoelen. Voor mij is alles nu fantastisch. Ik heb een heel gelukkig leven met mijn gezin en ik ben blij met wat ik mag doen. En u? Ja, ik moet zeggen, ik heb een jonge baby en zo slaaploze nachten doorspoelen, dat ja. lijkt mij wel aantrekkelijk. Ik Zou meteen 18 jaar. Uh... Ja. Ja, was... ja, zou je doorspoelen? Nee, ja, maar dit is wat ik daarnet zei, het is een totaalpakket. Het is eigenlijk zonde om dat te doen. Ik zou mijn hele schooltijd er, er doorjassen. Er zijn vast mensen die zomaar een relatie van 20 jaar zouden doorspoelen. Maar het is zonde, want uiteindelijk heeft dat toch heel veel. Hebben al die slechte momenten, ook al die ellendige uren wiskunde. Zinja. Uiteindelijk neem ik ze toch ook ja. wel weer mee in, in de goede dingen hoor. Het is hmm. zonde. Ja. Het is niet Als we elke, elke dag een, een kwartier op het wc zitten, dan brengen we een jaar van ons leven op het wc door. Moeten we dat nu doorspoelen of niet? De... Allee, dat, dat moment, he, dat moment. Ja. Van doorspoelen gesproken, ja. inderdaad. Hoe kom je er eigenlijk bij om dit boek te schrijven? Alles begint met denken. En daarna... Ja, ga je de tuin in met de haagschaar? Of de zijs? het heel... is de moeilijkste vraag die je mij kan stellen. Van waar komt de inspiratie? Als ik dat zou weten, dat de... dan heb ik de sleutel te pakken. Dus ik... Ja... De golf. Een golf kan je niet maken, maar je kan ze pakken. Dus ik moet geduld hebben en wachten dat het komt, het idee. En als het er is, moet ik er klaar voor zijn. Maar hoe ik dat nu in elkaar bricoleer, ik heb daar geen idee van. Want ik las in Humo dat je bijna dood geweest bent. Ja, maar dat heeft er niks mee te maken. Nee, want je was, was dit al aan, aan het schrijven. Aan het is een ja. Ja. vervelende gedachte dat je denkt dat er na dit leven ook niks meer is. Ik ben een atheist die oprecht hoopt dat hij zich vergist. Ik, uh, ik zou het tof vinden dat er nog iets is, maar. Kijk, ik heb de tools niet. Filosofisch heb ik geen enkele tool om na te denken over een leven na de dood. Dus wil ik daar ook niet te veel over nadenken. Het gaat toch niet. Ik kan daar niks over zeggen. En dan kom je eigenlijk ja, al snel uit bij de filosofen. De... Fenomenologen, een moeilijk woord. Ik bleef er bijna aan. Ja, maar het is niet gebeurd. Het is niet gemakkelijk ook hoor. Nee, en ja, die zeiden ook van, we moeten nadenken over de dingen waarvan dat we weten dat ze er zijn. Al die verspilde hersencellen. Waarom, waarom zitten we na te denken over iets waarvan we niet eens weten dat het er is? Of het er is. Voor alle duidelijkheid, bijna dood geweest was de longontsteking die uh, je ja. gehad hebt. Hè? Malado. Maludo. Malodo. Malodo. Dat uh, slaat op jou ook. <laughs> ja, een hernia leidertje. Hè? Dan, uh... ja, dan... Het wordt Smokkel vr. je vr. dat ja. erin. Hebben en zijn. Ja, ligt in de boekhandel. Dankjewel, Dimitri je... Verhulst. Dankjewel ook, mijn andere gasten. Zometeen op Canvas, tweede aflevering van Bariloche over de kinderen en kleinkinderen van Vlaamse collaborateurs die naar Argentinië zijn gevlucht. Morgen is de Meer te gast bij Ivan op vrijdag. Bedankt voor het kijken en tot maandag.